Mijn naam is Jon Jekko uit Frieserveen. Dit is mijn hok. Hier eerst twee afdelingen voor de weduwnaars. Ruim 20 weduwnaars kunnen hier huisvesten. Op je deur is hier het gangpad waar overgaat in het jonge duivenhok. Hier wederom twee afdelingen. Een goede 50 jonge duiven kunnen hier zitten. Dat is hier kweekren / weduwvinnenhok. Het eerste gedeelte is voor de kweekduiven. En het laatste gedeelte is voor de weduwvinnen. Die zitten straks hier in het hok als de doffers op weduwschap gaan. Ik speel met 23 weduwnaars en om en nabij de 45 jonge duiven. Ik ben begonnen in 1993 als zelfstandig jeugdlid. Bij mijn vader op het ouderlijk huis eigenlijk. Een aantal jaren later samen met mijn zusje in combinatie. En vanaf 2008 ben ik op mijn eigen adres echt begonnen voor mezelf. Dat is inmiddels al ruim 20 jaar. Vandaag ga ik de eerste jonge duiven spelen. Dit doe ik nu omdat ik in ieder geval heb dat de duiven weer gaan broeden. Aangezien dan de pennenrui bij de weduwnaars ook vroegtijdig kan starten. Hoeveel jongens zet je er in totaal af? Ik ben nu de eerste jongen aan het spelen en in totaliteit zullen van de eerste ronde ongeveer een goede 30, 35 jonge duiven naar het jonge duivenhok verhuizen. Op dit moment heb ik nog een aantal eieren van de kwekers weer verlegd en die zullen er nog bijgezet worden. Dus al met al kom ik toch uiteindelijk wel op een 60, 65 jonge duiven in dit hok. Ik heb wel geleerd, elk jaar doe ik hetzelfde, maak ik dezelfde fout, dat ik het toch te veel in beide afdelingen zet. En uiteindelijk kom je wel weer het aantal uit wat erin hoort. En dat is in mijn geval om en bij de 45 is toch het ideale aantal voor deze twee afdelingen. En hoe speel je de jongen dan? Je hebt twee afdelingen. Worden die op de deur gespeeld of op nest? Ik ben van nature een vrij late kweker. Dit jaar in verband met dat het seizoen twee weken eerder begint ook eerder gekoppeld. Vandaar dat ik nu halverwege of 1 februari de jonge duiven afzet. De jonge duiven worden gewoon in beide afdelingen gelaten. Dus ik ga niet scheiden. Ze worden gewoon gespeeld traditioneel vanaf het schapje. Op het moment dat ik merk dat ze gaan paren onderling, ga ik het wel naar de mooie vlucht toe enigszins stimuleren door links en rechts broedschalen te plaatsen, wat stro in het hok te gooien. Zoals jullie zien is dit ook gevuld met stro. Vorig jaar heb ik om de dag het hok gekrapt, dus geen stro. Goed, eigenlijk speel ik heel ouderwets feitelijk op de deur. Daar heb ik wel eens overwogen, maar goed, gezien ik met de kinderen op vakantie wil en een vrouw en ook andere mensen daar niet mee wil belasten, speel ik eigenlijk altijd gewoon met de deuren open en de geslachten echt tezamen. Dit is Annemarie, dat is de beste duivenweerverbeter kort van 2018. Ik zit nu wel in een lijstje, niet in levende lijfde, aangezien ik na het seizoen besloten heb om haar toch te verkopen. De keuze daarvoor is gemaakt omdat ik naast een jong gezin ook zelf niet met de vennen vlieg. Dus ja, goed, een lange week en wegen heb ik toch besloten hard van de hand te doen en toch met een gezin iets daar leuks van te kunnen doen. De duif is gekweekt uit twee duiven die ik als hij heb gekregen van Kees Nijboer met de pollen. Twee jaarlingen eigenlijk. En de afstamming is veelal de Bruin. Een beetje Gerings en Pieter Veenstra. Dus eigenlijk een duif die de goede lijnen achter zich heeft. Goed, ik mis haar sowieso natuurlijk, want een goede duif niet meer in je hok te hebben is natuurlijk sowieso een aderlating. Aan de andere kant, daar heb ik zelf voor gekozen. Het doel voor mij is nu eigenlijk om proberen een nieuwe Annemarie of in mannelijke vorm te kweken. Zo niet meer gaan vallen, maar goed, ik ben nu druk aan het kweken en ik doe mijn uiterste best om te proberen weer een soortgelijke duif te kweken. Het is wel een droom, het zal niet elk jaar lukken. Het is voor mij ook een droom die uitgekomen is en ik doe mijn best. Ik hoop dat er inderdaad weer een goede tussen zit. Helpen jullie papa vaak mee met de duiven? Nee. Oh, dat komt nog dit jaar. Ja. Oh nee, dan is het goed. En hoe heet die duif? Dat weet ik nog niet. Je moet nog een naam bedenken. Ja. Hoe gaat jouw duif heten nou? Vooral zijn zacht. Ik weet het nog niet. Weet je nog niet? Ja, ik weet het. Nou. Freddy 1, 2, 3. Grapjes. Hoe gaat hij heten? Freddy 1, 2, 3. Oké. Okay.